Kort samengevat zou het dus moeten gaan om een man die waarschijnlijk alleenwonend is. Waarbij sprake is van een seksuele frustratie. Sociale contacten vermijdt, dus geen lid zal zijn van verenigingen. Dat was in grote lijnen een beetje het beeld wat geschetst werd door de psycholoog. We hebben toen ook een geografisch analist in handen genomen. Een geografisch profiel heeft als doel om een zeer waarschijnlijk vertrekgebied, sommigen zeggen een locatie, aan te duiden. Die plaatsen delict die liggen in een gebied tussen het vliegveld Twente en de stad Enschede. We hebben dus toen toch al het eerste idee gekregen van nou, hij zou wel eens uit de stad kunnen komen. Je kon vanuit het landelijk gebied kon je ook zomaar de stad inkijken. En dat was dus voor de dader eventueel een zeer aantrekkelijke situatie. Omdat als hij betrapt zou worden in het landelijk gebied, dat hij dan ook snel in de anonimiteit van de stad zou kunnen opgaan. De conclusie is dat de dader hoogstwaarschijnlijk in een arbeidersbuurt in Enschede-Noord moest wonen. Hè? Dat is eigenlijk de uitkomst van het geografisch profiel. En als je dan uitgaat van de geografisch analist, dat hij vanuit Noord-Enschede de plaatsen delicten bezoekt, dan kwamen wij toch wel tot de conclusie dat hij haast op de fiets moest zijn of lopend. Want per auto was op sommige plekken erg moeilijk of lastig te komen. Toen kwam de winterperiode. Het werd heel even wat rustiger. En toen in één keer begon het weer. En toen kwamen we op een gegeven moment aan de Oldenzaalse straat. Ja. Waar ook een pony, of twee ponies geloof ik zelfs, gestoken waren weer met een mes. Ja. En wat troffen we daaraan in het weiland? Blauw thee. Toen hebben we besloten van we gaan kijken of we dat blauwe thee op andere locaties nog weer aantreffen. Eén daarvan was aan de Viermarkenweg. En daar was een pony op een echt gruwelijke manier afgeslacht. Het toeval was dat op het moment dat we wat bladeren aan de kant schoven, dat we daar achter in het weiland blauw tape aantroffen. Het was wel een iets andere kleur, inmiddels verkleurd door de zon en de weersinvloeden. Maar het was wel weer een hele belangrijke aanwijzing voor ons.